ik heb vooral geleerd uit de Q-coach-periode natuurlijk, want daar heb ik in mijn werk heel veel mee te maken gehad. En eigenlijk heeft het mij dat de ogen geopend voor de intensieve veehouderij. Wat zijn de risico's? En wat zijn de risico's op het moment dat wij dat niet verwachten? Maar welke mogelijkheden zijn er? Nou, bij die Q-coach hebben we dat gezien. Dat is een ernstige epidemie geweest in Nederland, waar nog honderden mensen elke dag last van hebben. En dan zie je dat er allerlei andere mogelijkheden zijn van risicovolle omgeving die wij gecreëerd hebben met elkaar. Je ziet bijvoorbeeld dat de vogelgriep jaarlijks in Nederland voorkomt de laatste 10 jaar. Nou is dat meestal een griep waar mensen niet gevoelig voor zijn. Maar in 2003 hebben we het meegemaakt dat ook mensen gevoelig waren voor die vogelgriep. En dan hoeft er zomaar een mutatie te zijn die meestal uit Azië komt en die overgebracht wordt door trekvogels. En die komt hier in een situatie met heel veel pluimvee. En nou, dat is al zo'n risico. Nou, elke diersector heeft zo zijn eigen problemen. Bij de varkenshouderij hebben we met hepatitis E te maken op dit moment, waar heel veel mensen door besmet zijn. Intussen, ze worden er niet zo erg ziek van, maar er hoeft ook daar maar iets te gebeuren. Een mutatie waardoor dat virus virulenter, aanvalskrachtiger wordt. En dan hebben we een gigantisch probleem. Dan verspreidt dat zich. In ieder geval met de leverworst, dat weten we al. En mogelijk ook in de omgeving van veehouderijen. Het is geen acuut zorgelijke situatie op dit moment. Het is een situatie waarin je rekening moet houden met de stallen die je nu bouwt. Die bouw je voor 30 jaar. En dus dat is een hele periode. En dus dat past niet in een dichtbevolkt land als Nederland. Die gigantische stallen die we op dit moment aan het bouwen zijn, op zo'n korte afstand van de bevolking. De taak van de politiek is om paal en perk te stellen aan het aantal grote stallen met veel dieren op korte afstand van de bevolking. En daar heb je de centrale overheid voor nodig. Want de provincies die staan ook met lege handen en die proberen met noodverbanden proberen er iets aan te doen. Die hebben een geitenstallenstop afgekondigd in Gelderland en in Brabant. En in Limburg denken ze daarover. Maar dat zijn allemaal noodverbanden. Je moet echt naar minder dieren en geen grote stallen op korte afstand van de bevolking.